Donderdagmiddag 25 februari hebben onbekenden een auto bekrast op een parkeerplaats langs de Graaf Walcheraan in Tiel. De schade bedraagt zo'n 3000 euro. Kijk, donderdagavond tussen 9 uur en half 10 ben ik thuis gekomen. Ik heb de auto geparkeerd op de parkeerplek hier. Volgens, de volgende ochtend om 7:15 wilde ik naar mijn werk gaan. En toen ik dus bij de auto kwam, zag ik dat de auto aan alle kanten is bekrast. Waarschijnlijk met een sleutel of een schroevendraaier. De lak die hing er zeg maar vanaf. En vervolgens heb ik eigenlijk meteen de politie gebeld omdat ik overstuur was. En de buren die zijn ook naar buiten gekomen om mij op te vangen. Vervolgens heeft de politie foto's gemaakt en ter plekke een aangifte opgenomen. Maar op dit moment is het dus zo dat, dat ik de tribunalen wil vragen of iemand, een verdacht persoon rondom mijn auto of eventueel hier op de parkeerplek of rondom de flat heeft gezien. Kunt u meer vertellen dat kan leiden tot de dader of daders, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900 8844. U kunt uw melding ook doorgeven aan Stadstv Tiel. info@stadstvtiel.nl